Waar zijn de schokkende seksverhaal? We need sekspsycholoog Acid. Waar zijn de seksverhaal op jouw kanaal? Fuck Fortnite! Wij willen sekspsycholoog Acid. Jaar geleden ben ik een serie begonnen op mijn kanaal met de naam Seksverhalen met Acid. Schokkende seksverhalen met psycholoog Nathan. Waarin ik de moeilijkste, meest onbeantwoorde en meest gestelde vragen in de sekswereld ging oplossen. Wat is seks? Zijn mensen maar vragen? Ik ben de enige oplossing. Jaar weg geweest. 1 jaar. Weet jullie hoeveel doden er zijn gevallen? Doordat ik niet meer sekstaal gaf. Seksuele voorlichting op school? Nee, niks aan. Elke keer als ik het woord seks hoorde op school of als het woord seks in een boek stond. seks. Dat was het. Dat was seksuele opvoeding bij mij. Pimo. Zo dingen. Snap je? Seksuele voorlichting op school? No. Dus vandaag zijn we terug. Ik heb moeilijke vragen in mijn leven en ik snap er niks van. Dus ik ga naar AOL en daar beantwoorden ze mijn vragen. Nee, zonder nog lang te zuiveren. De eerste vraag. Ik ben hier klaar voor, Onze eerste klant is Nikki. Beffen zonder beflapje. Oh jawel. Ik heb nu al een paar maanden een vriendje. Ik ken hem natuurlijk al veel langer. En we zijn sinds kort ook seksueel actief. Prestaties. We hebben het dan over vingeren en aftrekken. Ik vind het zo raar om die woorden uit. Gisteren vroeg hij of dat hij eens met de mond mocht. Maar ik zei nee, omdat ik niet genoeg weet over beffen en een beflapje. Nice, maar what the fuck is een beflapje? Ik ben niet geüpdate, is dit iets nieuw? Is een beflapje iets nieuw? Het beflapje, ook wel een lekklapje genoemd, is een hulpmiddel om een soa te verkopen. Dus dat is zo'n lapje. En dan moet je dan over je mond trekken. What the fuck? Beflapje. Ik was een beetje bang dat als hij het zou doen en dan een soa of zo kan krijgen. En dan zou ik mezelf echt nooit vergeven. We zijn beide nog nooit getest op HIV of soa, maar we zijn beide nog maagd. Is een beflapje dan noodzakelijk? Wel, als jij een zak over je mond wilt trekken als je dat doet, doe maar. Ik wist niet eens dat dat bestond, what the fuck? Een beflapje is de oplossing voor als het daar beneden een viswinkel is. Maar anders, kijk, als jullie alle twee nog maagd zijn en jullie hebben toevallig niet aan heroïne gezeten met junkies en naalden jullie, dan denk ik niet dat de kans op een soa groot is. Dat kan natuurlijk altijd, dus de tip van vandaag, gebruik een beflapje. Ik leer hier echt nieuwe dingen bij. Een peflapje. Volgende vraag is van Anoniempje 123. Wat betekent fappen, aftrekken, vibrator en als die dingen? En wat is een clitoris? Wat is ontmaagd zijn? Ik ben een meisje van 12 en hoor deze dingen wel eens op YouTube. Ik kijk geen porno. Kijk, YouTube is porno. Even safe. Oké. Dus, fappen en aftrekken is hetzelfde. Een vibrator is de ding die trilt. En een clitoris, dat is een ding. En ontmaagd zijn, dat betekent dat je geen maag meer bent. Dus, volgende vraag. Ik vind het een beetje moeilijk om hier weer in te komen. Snap je, het moet een beetje... Ik ben een jongen en mijn vriend heeft me anaal genomen. Maar hij is niet klaargekomen en we hebben gepijpt. Waarom doe ik dit? De kans op AIDS is er wel. Hopelijk heb je het veilig gedaan. Hopelijk heeft je vriend geen hepatitis C of chlamydia of syfilis. Dan is alles oké. Ik weet weer waarom ik deze video's niet meer opnam. Dit vraagt wel van mij, snap je? De linkjes om beflapjes te bestellen staan ook in de beschrijving voor mensen die geïnteresseerd zijn. Je kan ook gewoon een plastic zak over je mond trekken dan. Volgende vraag. Het is getiteld BH losmaken. Hey, awel, ik weet niet of het bij het juiste thema is. Ik ben al 2 maanden met een jongen en op de dag dat we 2 maanden samen waren, ben ik bij hem blijven slapen en we hebben samen geslapen. Als je bij iemand blijft slapen, dan is het wel normaal dat je samen slaapt. Maar we kusten soms en na een tijdje deed hij ineens mijn BH los en begon hij aan mijn borsten te voelen tijdens het kussen. Hij kwam ook vaak aan mijn vagina. Is dat normaal? Nee, dat is niet normaal. What the fuck? Ja, als jij dat oké vindt, dan is dat normaal. Als je dat niet oké vindt, dan is dat zeg je over hey. Dit is niet normaal! En dat stopt hij, denk ik. Snap je, heeft hij er al gevoeld? Was hij er zo al naar het luisteren? Gaf hij er een tik op? Zo van, ha! Je kunt ook altijd crack roken. Is dat normaal? Nee, maar het kan wel! Ik snak naar een zoen. Hey,
Ik ben 13 en ik zag ooit eens in een film dat iemand een tomaattong kuste. Ik wil het ook wel eens proberen om te zien hoe dat voelt en zo. Maar is dit wel normaal? Geeft dit een echt gevoel van tongzoenen weer? Een tomaattongzoenen. We zijn hier om de proef op de som te stellen. Is een tomaat tongzoenen hetzelfde als echt tongzoenen? Ik heb er mijn twijfels bij, maar als je het nog niet hebt geprobeerd, dan mag je niet zeggen dat het niet zo is. Nee, het is niet hetzelfde en het is ook helemaal niet dit. Nee. What the fuck? Het enige wat je eraan overhoudt is een broek die heel vuil is. En overal tomaat. Even voor de duidelijkheid, als je met een meisje tong zoent, dan er is niks van tomatensap of zo die eruit valt. Als dat zo is, dan moet je echt snel naar de dokter gaan. Dus nee, een tomaat, tongzoenen werken niet. Misschien iets anders wel, maar geen tomaat. Is dit strafbaar? Ik ben zo bang. Dit zijn de leukste. Dit zijn de moeilijke vragen waar er sowieso hulp nodig is. Oh jawel, ik ben 12 jaar. En ik heb een jongen van 13 leren kennen op school en al snel werden we verliefd op elkaar. We praten nooit in het echt, alleen in chat. Er is een vaak voorkomend probleem bij mensen met een jonge leeftijd. Ze praten nooit met elkaar in het echt, maar via chat gebeuren er allemaal rare vieze dingen. Hij praatte alleen over seks, maar ik vond dat niet zo erg totdat hij foto's wou sturen. En ik zei, als hij vroeg een foto te sturen, kies zelf maar. Totdat hij zijn piemel begon te tonen. Ik vond het niet erg, en hij ook niet. Maar ik begon een beetje geil te worden en wou me... Hoe de fuck weet je als je 12 bent wat geil bent? Misschien het kan. Een beetje geil te worden en wou meer. En ik heb nu een stuk of 3 keer ernaar gevraagd en hij wou ze sturen. Hij stuurde foto's en ik niets. We hebben nu allebei een gevoel dat de politie of school erachter komt. En dat we heel veel problemen krijgen. Dat wil ik echt niet. Mijn papa is politie. 2 keer zo erg dus. Ik ben bang. Is het strafbaar als hij vrijwillig foto's stuurde? Help me. En stel me AUB gerust. Ik ben zo bang. XXX. Zo bang. Dat is een leuke naam. Zo bang. Hij heeft een worstje doorgestuurd naar je. Kijk zeker of dat zeker wel een piemel is. Misschien is het gewoon een worst. Het is helemaal niet strafbaar. Je papa is politieagent. Dat boeit niks. Stuur die foto's gewoon niet door naar je pa. Want anders heb je één vriendje minder. En die is waarschijnlijk dood dan. Dus nee, dat is niet strafbaar. Maar doe toch maar niet. Doe iets anders. Je bent 12. Ja? Ik ben hier nog altijd goed in, snap je? Ik voel dat ik mensen aan het helpen ben. Jongens, binnen doen normaal, vraagt hij. Ik ben 16 en ik ga dus regelmatig naar vuiven. Alleen is er één probleem. Ik kan niet weerstaan aan jongens. Ik wil altijd iemand gekust hebben. Ik vind het gevoel gewoon fijn. Dat iemand je mooi vindt en je vasthoudt en je wilt kussen. Ik kus elke keer iemand. Maar ik heb aan de andere kant bang dat mensen me een slet vinden. Sommigen zeggen dat het gewoon genieten van de jeugd is, maar toch ergens, kijk, dat is echt slet. De definitie van slet is gewoon naar een feest gaan en elke keer gewoon iemand anders binnen doen en dat is slet. Ik heb dat in de vorige video ook eens gedaan, maar slet. Kijk, dit is de slet-actie. Je hebt echte broeracties en slet-acties. Slet-actie. Is dit verstandig? Nee. Is het normaal om jongens binnen te doen? Sowieso. Maar dit is slet. Stop voor het te laat wordt, dat het niet meer bij kussen blijft, maar dat je elk feestje gewoon... Sledge! Hoi, jawel. Er is een vriend van mijn mama en die is 27 jaar en soms ga ik er op bezoek alleen. Oké, dat is heel fucked. Het verhaal begint al heel fucked. Zelf ben ik 14. Dat is altijd grappig en leuk, totdat hij opeens super close begint te doen. Kijk, ik weet wat. In de zetel komt hij tegen mij hangen en speelt hij met mijn haar. Zeg tegen je mama van, hey, die guy, fuck hem. Soms schieten we ook rekkers op elkaar en lopen we als kiekens zonder kop door het huis. Oké. Maar dan pakt hij mij op en klopt hij op mijn achterwerk en zegt hij dat ik sexy ben heb. Kijk, dit is nog de beginfase. Dus zeg tegen je mama van, hey, die guy, die Jorik. Fuck hem. Ik wil niet zeggen pedofilie, want hij is het nog niet echt. Maar het kan dat wel worden. Dus, hey, mama. Niet meer naar hem gaan. Zeker niet alleen. Geen goed idee. No. Dus je wil weglopen. Hij is 27. Hij pakt je op en dan gaat hij niet gewoon op je kont slaan, hoor. Dan gaat hij rohypnol en dan word je wakker in een hut. Ergens in Frankrijk. Blijf maar gewoon bij je tomaattongzoenen, is veel leuker. Dank om te kijken naar deze aflevering met sekspsychologie met Nathan. Willen jullie nu meer? Spet je zeker een duimpje omhoog en misschien 10.000 likes. Doe dit nog eens. Als deze video verwijderd wordt door YouTube, dan doen we dit niet meer. Tot de volgende keer met meer seks. Weer. Tot de volgende, doei. Geen tomaattongzoenen, tomaattongzoenen werkt niet. No.
Niet dood. Stel jullie nu nog branderige vragen hebben, jullie kunnen ze ook altijd op deze site zetten. Dan beantwoord ik ze misschien. Waarschijnlijk niet. Tot de volgende keer! Hallo! Blauw helm in het water. Hoezo is het leuk om zo Fortnite te spelen? Wat is dan de challenge?